Voordat ik gelovig werd, dacht ik altijd dat het een groter sprookje was, zeg maar, God, een God die bestaat, dan het wetenschappelijk atheïsme. Maar als, zeg maar, des te meer ik erover na begon te denken, is eigenlijk wetenschappelijk atheïsme en vooral het Big Bang theorie, het allergrootste sprookje ooit. Het. En hiermee wil ik zeggen, hoi. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik ben Marco. Ja, mijn zus is heel erg fan van u. Oh, wat leuk, hoi. Geef in de box. Leuk, bent u een video aan het opnemen? Ja. Leuk. Ja. Leuk, leuk. Ja, super. Ja, dan zeg je nou, dat ik... Nou, groet aan je zusje ook. Ja. Doei, doei. Ja, dat is toch super lief. Oké. Dus nou, mijn conclusie is, als iets, zeg maar, oké, er is toch heel veel orde op aarde. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als je om je heen kijkt, heb je wel eens gehoord van een gelovige die zegt, kijk om je heen, er is perfectie, hoe kan God niet bestaan? Nou, dat soort dingen. Maar de Big Bang theorie is, er was een explosie van chaos en vanuit die explosie is er orde ontstaan. Dus moet je nagaan, straks explodeert zo'n gebouw. En dan wil jij zeggen dat miljoenen, miljarden jaren later er iets soortgelijks zoals dit gebouw weer kan ontstaan. Gewoon zomaar, ook weer zonder reden. Dus misschien ga ik best wel veel van hot naar her. Ik werd ook een beetje afgeleid net door de superlieve meid van de zusje de fan is. Maar mijn vraag aan jou is, wat vind jij een groter wonder? Is een groter wonder dat er een God bestaat? Of is het een groter wonder dat vanuit chaos, Big Bang, explosie, er zoveel orde ontstaat? Ik hoor het graag. Abonneer voor meer. Doei.